op Family Loop. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, zeker doen alsjeblieft. Want ja, dat is altijd heel fijn voor ons kanaal. En zo missen jullie geen enkele video van Family Loop. Vandaag ga ik een beetje een ander soort video doen. Omdat er heel veel vraag naar is. Ik zit ook echt in chill kleren, pyjama shortje, geen make-up. Dus ja, het wordt een praatvideo. En ik ben nogal goed om praten, zoals jullie weten vanuit mijn vlogs. Dus ja, let's get started. Oké, ik heb een tijdje geleden een video gemaakt op het YouTube kanaal van Totally Too over mijn angststoornis. Ik zal die hier ergens linken op het scherm en ook sowieso onder in de beschrijving zetten, zodat jullie die kunnen zien. En ik krijg dagelijks nog zoveel berichtjes en e-mails over mijn angststoornis. Dus ik dacht, ik ga nog maar eens een video hierover maken, zodat ik iedereen ineens kan beantwoorden. Kort samengevat heb ik emetofobie. Emetofobie is een angststoornis, een angst voor overgeven. Ik heb niet echt schrik om over te geven, maar ik heb schrik om over te geven in het openbaar en dat mensen mij dan niet zouden helpen of zouden uitlachen. Ik weet, het klinkt raar, maar er zijn blijkbaar meerdere mensen die dit hebben, want ik heb heel veel berichtjes gekregen van meisjes en jongens die dit ook hebben. Maar nu vragen heel veel meisjes mij hoe het momenteel met mij gaat, ben ik nog in therapie, welke medicatie neem ik enzovoort. Dus daar wil ik het over hebben. Hoe gaat het met mij? Het gaat best goed. Ik heb eigenlijk redelijk lang geen echte full-on panic attack gehad. Dus niet meer heel fel. Ik heb nog wel kleine panic attacks gehad. Kleine paniekaanvallen die ik krijg. Omdat ik dan zit te denken van nee, ik ga overgeven, ik kan hier niet weg. Bla bla bla. Dus ik heb nog kleine paniekaanvalletjes gehad wel, maar nooit zo erg. Ik neem medicatie. Ik neem, dan vragen er ook heel veel mij, welke medicatie neemt je? Ik was er eigenlijk niet voor om dit te delen, want de medicatie die ik neem is een antidepressiva. Ik raad het niet aan. Ik zou niet willen zeggen, kom, ik ga antidepressiva nemen. Nee, zolang dat je ervan kunt wegblijven, blijf ervan weg. Echt waar. Ik neem escitalopram, EG, in 10 milligram. Ziet er zo uit. Ja, ik weet niet als ze hem scherp stelt. Waarom raad ik dit niet aan? Ik neem dit nu een jaar en een half. En ik ben 10 kilo bijgekomen. Oké, is niet zo erg. Ik was altijd heel mager. Ik ben nog wel mager. Maar ik merk wel, als ik sport, als ik fitness, er gaat bijna niks van af. Ik zie bijna geen verandering in mijn lichaam, puur door de antidepressiva. Dat is een bijwerking hiervan. Ik heb veel meer zin om te eten. Ik voel mij dagen heel down, dagen heel happy. En dat is depressie. Een soort depressie. Dat komt ook door die pilletjes. Die pilletjes zijn antidepressiva, dus zorg je er wel voor dat ik iets happier ben. Maar langs de andere kant is een bijwerking ook dat mijn angst hier wel weg van gaat. Maar dat ik ook minder goede dagen heb in mijn hoofd. Dus dat ik mij, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Oh, zo moeilijk, want ik ben natuurlijk ook geen dokter. Ik wil ook niks verkeerd zeggen. Maar alleszins, ik heb dagen dat ik me echt heel depressief voel. Wat ook een bijwerking is. Nog een bijwerking is dat ik heel moe ben. Heel weinig energie heb. Ik voel me veel beter. Mijn angst is zo goed als weg. Heel soms heb ik het nog. Eén ding wat ik me kan herinneren is dat we overlaatst bij de wimpers waren voor de wimperlashes, lashlift te doen. En dat ik me toen even
ja, niet goed voelde en dacht van nee, er gaat iets gebeuren, maar uiteindelijk is dat toch overgegaan. Het ding is ook wel dat deze pilletjes ervoor zorgen dat ik ook minder andere angsten heb. Bijvoorbeeld, ik was altijd heel bang van honden, maar echt wel best bang van honden, behalve zo van de honden die ik echt goed kende, zoals Celine, vorige hond, Tessa en Milka. En ja, ik ben echt niet meer bang van honden. Dus ik weet niet, als ik die pilletjes niet meer zou nemen, zou dat dan nog terugkomen? Dat weet ik niet. Bijvoorbeeld vliegen. Ik vloog niet graag. Het is niet dat ik daar echt angst voor had, maar ik deed dat gewoon niet graag. Ik was toch altijd zo'n beetje gestresseerd en nu gaat dat gelijk niks. Ah, vliegen, dat doet me er trouwens aan denken. Met van Amerika naar huis te vliegen of van huis naar Amerika, ik weet het niet meer. Ik denk van huis naar Amerika. Bij Pasen had ik een heel felle paniekaanval. Ik denk zelfs naar en terug ook. Ja, allebei. Bij de terugreis heb ik zelfs... ging ik naar het toilet en ben ik flauw gevallen. Hebben de stewardessen me neergelegd met mijn benen op het toilet. Echt heel gênant. Maar ja, kan gebeuren. En dat zijn dan de dingen waar ik schrik voor heb. Als er zoiets gebeurt, en dan gebeurt dat natuurlijk. Maar ja, oké, ik heb het ook weer overleefd. En je ziet, deze pilletjes zijn dus geen wondermiddelen. Het ding is wel dat ik heel graag de pilletjes wil afbouwen. Ik zit nu aan een halfje per dag. Ik nam altijd een heel per dag. En ik heb de 10 milligram, dus dat is... milligram, ja. Dat is al de laagste dosis die je kunt krijgen. Dus ik probeer nu een halfje per dag te doen, waar ik wel trots op ben. Want dat gaat ook wel redelijk goed. En dan ga ik proberen naar een halfje om de dag. Waarom wil ik die afbouwen? Omdat, ja, ik voel het effect wel op mijn lichaam. Mijn lichaam is niet meer zo fit. Ik sport heel veel, ik eet gezond en toch wordt mijn lichaam niet fitter. Ook als ik 2 dagen niet sport, de 3e dag ben ik dan weer heel moe. En ja, er zijn toch wel nadelen aan die pilletjes. Ik wil graag een fit lichaam. Ik wil ook... a healthy mind, healthy body, zonder vuiligheid in mijn lichaam. Dus daar ga ik aan werken, samen met mijn homeopaat. Mijn homeopaat is trouwens Jo Linmans. Die zit in Hechtel-Exel, voor mensen die dat gaan vragen. Ik ga hier al heel lang naartoe. Hij was ook de enige die altijd zei van, je hebt niks lichamelijk. Ik zit hier en ik wou dat niet geloven. En ik ben op duizenden onderzoeken gegaan, zoals je in mijn andere video kunt horen. En toch zat het uiteindelijk hier, dus die had het gewoon de hele tijd juist. Het is niet zo'n homeopaat die zo... ja, zo'n... ja, hoe noemen ze dat? Zo'n kwakzalver die zo zegt... smeren, crèmeke hier en neem... deze bloemblaadjes voor dit en zo van die dingen. Zo is hij niet. Hij is wel heel serieus. Hij heeft altijd goede oplossingen. Hij werkt wel meer met supplementen en gezonde alternatieven. Hij is niet tegen andere dingen zoals de antidepressiva ook. Hij begrijpt dat volledig. Hij zegt ook, je moet het niet afbouwen als je dat niet wilt. Maar ik had het idee dat ik dat wou afbouwen. En daar helpt hij mij dan in. Angst is ook wel een hele grote factor van angst. Zijn ook hormonen, vooral bij vrouwen. Daarom heb ik ook een hormonentest laten doen. Mijn hormonen zijn all over the place. Ja, dat is ook weer moeilijk om uit te leggen. Maar alleszins van een bepaald hormoon maak ik veel te veel aan. Waardoor dat ik mij vaak in mijn lichaam voel. Dat kan ook komen door extra hormonen die je bijneemt. Dus ik nam de Nuvaring, ik ben er nu mee gestopt. Want ik ga bij mijn volgende maandstonde de koperspiraal laten zetten.
Koperspiraal bevat geen hormonen, maar is perfect voor zwangerschappen tegen te houden. En dan heb ik geen last meer van die hormonen. Ik weet dat ik daar moeite mee heb. De pil kon ik nooit verdragen. Ik moest heel vaak overgeven als ik mijn pil had genomen een paar uur later. Dan ben ik overgeschakeld op de Nuvaring. Dan ben ik 2 jaar zonder Nuvaring geweest. Toen ik nog met mijn vorige vriend was, alleen mijn ex-vriend. Dat we toch zo lang samen waren. En ja, dan hadden we al andere alternatieven zoals condooms en zo. En toen voelde ik mij zo goed. Ik voelde mij zo goed, zo gelukkig. Ja, dat was zoveel beter. Dus dat is zo'n beetje mijn update van hoe het met mij gaat, wat ik ga doen. Dat kan misschien anderen ook helpen. Dan wil ik nog iets toevoegen. Ik had heel veel magnesium, te weinig in mijn bloed. Uw lichaam verbruikt wel veel magnesium op een dag, dus dat kan daardoor komen. Maar ook weer antidepressiva kan ervoor zorgen dat ik magnesium tekort heb. En magnesium zorgt voor energie, zorgt ervoor dat je minder moe bent, dat je meer kunt doen op een dag, meer actief bent. Dus ik neem deze momenteel, hier neem ik er 4 van. Gewoon puur omdat ik deze nog had staan. Dus deze heb ik van BioPlanet. Die kun je daar kopen. Ik denk dat iets van €13 kostte. Dus niet zoveel geld voor wat extra energie. Daar gaat je natuurlijk niet direct iets van voelen. Dat gaat eventjes duren. En dan voor mijn hormoonbalans neem ik ook nog Primrose of Prime Rose. Dat is van hetzelfde. Die staan boven. Dus die kun je ook nemen voor je hormonen in balans te krijgen. Maar ga eerst een bloedtest doen en dan een check-up van je hormonen. De gewone dokter doet dat ook. Maar dan moet je wel extra vragen voor ook een hormonentest en al die toestanden. De homeopaat waar ik ga is gespecialiseerd in hormonen, dus daarom ga ik eigenlijk daar. En ja, ik denk dat het dat zo'n beetje is. Ik hoop niet dat ik iets vergeet. Dat wil ik ook nog zeggen, want die vraag was er ook nog heel veel. Als ik nog in therapie ben en zo, ja waar? Ik zat in therapie. Bij Ellen in Zoetendaal. Ik weet haar achternaam echt even niet. Een heel lieve vrouw. Ik zit niet meer in therapie. Omdat ik wel het gevoel had dat het beter ging met mij. Ik praat heel veel met andere mensen. Zoals mijn ouders en zo. Celine. Dus daar vertel ik wel heel veel tegen. Als het mij niet goed gaat en zo. En dan kan ik alles wel kwijt. En dan is alles ook van mij af. Praat erover. Vertel tegen de mensen in uw omgeving. Van kijk, niet lachen. Want velen lachen hier nog mee. Maar ook al lachen, ze trekken dat niet aan. Wij weten wat wij voelen en wat dat wij denken. Maar vertel hen daarover. Heb je een lief? Of uw ouders, of uw zus, of uw beste vriendinnen. Zeg van kijk. Ik heb soms dit en dit en dit. En je gaat het ook al gemakkelijker hebben om met hun iets te gaan doen en naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld als ik met Celine iets ga doen. Of met Freya. Ja, dat zijn mijn 2 beste vriendinnen. En ik voel me daar heel goed bij omdat ze weten wat dat ik heb. Ik hoef nog maar te zeggen van... Oh, ik voel me niet zo goed. Ik denk dat ik een paniekaanval ga krijgen. En... Staan op, die helpen mij, die gaan met mij naar buiten, die doen alles wat er nodig is om mij beter te laten voelen. Die praten heel veel met mij, wat ook heel goed helpt, want als ik in een paniek aanval ga terechtkomen, ik voel mij dan heel paniekerig worden en dan zeg ik ook vaak van, als ik bijvoorbeeld ben heel veel met Celine voor het werk ook, dan zeg ik Celine praat tegen mij. En dan praat hij en vraagt hij gewoon dingen van wat heb je gisteren nog gegeten, wat heb je nog gedaan. Ja, en daardoor voel ik mij al vaak heel wat beter. Dus dat zijn echt dingen die je kunnen helpen. Ja, praat erover. Dat is echt de gouden tip. Ja,
Ik hoop het niet op. In het begin durfde ik dat echt niet te zeggen tegen mensen, omdat ik dacht dat die me gingen uitlachen. En nu, ja, als ik me ergens niet goed bij voel of zo, dan zeg ik dat gewoon, ook al ken ik die mensen niet. Dan zeg ik van, ja, kijk, ik heb een angststoornis en ik kan soms wel eens paniekerig worden. Kunnen we dit en dit veranderen, zodat ik mij beter voel? Bijvoorbeeld als we, ik weet nu niet direct iets, of ja, ik weet dat we eens naar de cinema zijn geweest voor een première. En dan zeg ik van, kijk, maar ik kan aan de kant van de rij zitten. Dan voel ik mij beter. En zo was er ook een vraag van iemand die zei van dat ze het vooral heel veel op restaurant had. Daar kan ik in komen. Daar had ik het ook heel moeilijk mee vroeger. Maar ik denk gewoon dat je moet beginnen met op restaurant te gaan met mensen die je heel goed vertrouwt. Begin klein. Ga met één iemand of zo. Uw mama, papa, vriend. Ja, vriendin, ga daarmee en begin met een soepje te eten en ga door. Volgende keer eet je al eens iets meer, een soepje en een hoofdgerecht. Of ja, dat hoeft geen soep te zijn, hè. Dat is maar een voorbeeld. Hè. Maar een voorgerecht, hoofdgerecht en de volgende keer nog iets meer. En probeer dat zo op te bouwen. Er zullen natuurlijk momenten zijn dat het niet goed gaat. Dat is bij mij ook heel veel gebeurd, dat ik dacht van... Ah, het gaat me niet. En dan wilt je vluchten en dan wilt je weggaan. Wat ik dan doe is, ik ga heel even weg naar de auto of zo. En ik, ja, ik laat dan ook de persoon die bij mij is even zeggen van, we gaan heel even weg, want ze voelt haar niet goed. En we komen terug s'avonds. En als ik tot rust ben gekomen, dan gaan we ook terug. En ja, je moet dat echt, echt opbouwen. Want anders gaat je opsluiten en gaat je nergens meer komen. En dat zou heel spijtig zijn, want het leven is te mooi om er dingen van te missen. Dus, ja, oeh, amai. Oh, ik heb zoveel gerateld. Sorry als dit echt weer all over the place is. Maar dit zijn echt ook voor mij nog altijd moeilijke dingen om over te praten. Dat is toch een beetje... privé, maar ik heb hier vorige keer heel veel meisjes mee geholpen. Dus ik hoop dat dit ook helpt. Ga eens, als je niet op restaurant durft, ga gewoon, doe het gewoon. Ga gewoon iets drinken eerst en gewoon doen. Dat is echt, ja, het beste. Je moet het gewoon doen en er gaan tegenslagen zijn. Je gaat je niet goed voelen, maar... laat dat varen en trek je op aan de goede dingen. Heb je al 10 minuten op restaurant kunnen zitten en ben je dan angstig geworden? Je hebt daar wel 10 minuten gezeten, hè? Dus dat is wel veel beter dan niet op restaurant gaan. Dus ja. Amai. Dus ik hoop echt dat jullie hier iets aan hebben. Echt nog sorry dat ik zo van hier naar daar spring. Maar ik vind het moeilijk om hier gestructureerd over te praten, want ik denk nog aan dingen. Maar dit was het dus.